Hallo? Hallo? Mijn, oh. Mijn anker stopt ermee. Ah, die haai die zal maar wel bijten. Ah, daar komt hij. Oh, alsjeblieft, alsjeblieft. Ik wil nog niet dood. Oeh, dat is wel nice, hè? Dat is wel een groot eiland trouwens. Hallo en welkom terug bij Raft op de Grote Oceaan. We waren de vorige aflevering hier gebleven bij dit eiland. En ik zie dat hier allerlei dingen beneden liggen. Die we waarschijnlijk wel kunnen verzamelen. Alleen we zitten natuurlijk met die haai. Dus ik heb voor de aflevering alvast even ben ik aan het vissen geweest. Ondertussen drink ik even wat. En misschien moet ik ook even wat eten. Waarom ben ik aan het vissen geweest? Nou, je kan sharkbait maken. En daarmee kun je dus die haai een beetje bezighouden. Dus ik heb even twee haringjes gevangen en twee pomfrets. En nu heb ik twee sharkbaits. Daarmee kunnen we hem even bezighouden en kunnen we dus even wat doen op, of in de oceaan. Wat heb ik nog meer gedaan? Oh ja, ik heb even storage gemaakt. Ik had een beetje te veel spullen. En ik ga natuurlijk spullen verzamelen, dus ik wil niet dat er spullen verdwijnen. Of in ieder geval dat we die niet mee kunnen nemen. Nog even wat drinken. Moet ik nog even wat bakken? Ja, laat ik nog even wat shark meat bakken. En dan gaan we zo beginnen, denk ik. Even kijken. Die gooien we even eentje verder weg. Hartstikke idee. Als het goed is gaat die haai daar nu naartoe. Ja, inderdaad. Nou, dan gaan wij gauw in het water. Wat is dit? Oh, het is gewoon scrap. Dat zijn stenen, denk ik. Dat zijn stenen, inderdaad. Zand. Meer stenen. Stenen zijn toch wel handig om te hebben. Even ademhalen. Oh, seaweed. Waar zouden we dat voor kunnen gebruiken? Nog meer van mooie spullen hier. Nog meer steen. Wat is dit? Oh, klei. Wat zouden we met klei kunnen? Beetje zand. Toch gewoon weer even omhoog. Oeh, ik begin al te stikken. Daar wil ik wat meer van meenemen. Misschien kunnen we daar wel... ja, wat zouden we daarmee kunnen doen? Bakstenen maken of zo? Maar ik kan me niet voorstellen dat je een stenen hutje kan maken op je raft. Maar maakt het misschien een beetje topzwaar natuurlijk. Maar wie weet. Oeh. Die haai is alweer terug. Waar is mijn vlot? Waar is mijn vlot? Daar is mijn vlot. Zo. Dat was niet heel erg lang. Dat die haai daar maar bezig was. Ik heb wel wat spullen verzameld. We kunnen even kijken in de research tafel. Of we daar iets mee kunnen. Moeten we nog iets... Wat is dat? Dry brick. Oh, bricks kan ik er misschien mee maken. Dat is wat. Oh ja, trouwens, in de vorige aflevering had ik jullie gevraagd om een naam te verzinnen voor de haai. Oeh, daar komt hij. En ik heb geen speer. Jammer. Dat moet ik wel even maken natuurlijk. Wooden spear. Oeh, heb ik 8 planken voor nodig en die heb ik niet. Jammer joh. Hallo? Hallo? Mijn, Oh, mijn anker stopt ermee.
Ik wist helemaal niet dat hij vanzelf ermee kon stoppen. Oh, wacht, die heeft die haai misschien net kapot gemaakt. Ja, dat zal het wel zijn. Rotbeest. Ga weg. Maar goed, in de vorige aflevering had ik dus gevraagd om een naam te verzinnen. Ik heb twee suggesties gekregen. Eentje van Marvin de Bruyne. Dat is mijn zoontje. En die zei, noem hem Sharko. Marvin kijkt graag een televisieprogramma waar een haai in zit. En die haai heet Sharko. Dus bij deze gaan we deze haai Sharko noemen. Staaf die had ook nog een suggestie gegeven. Die wou hem Henk noemen. Maar goed, ik vind Sharko toch iets leuker voor een haai. Alhoewel, Henk zou ook wel hilarisch zijn. Dus we noemen de haai Sharko vanaf nu. Marvin wilde ook graag dat ik verder ging met Raft. Hij vond Raft erg leuk om te kijken. Dus vandaar weer een aflevering van Raft. Ik zie ook dat het heel goed door jullie wordt ontvangen. Dus dat maakt het wel leuk natuurlijk. Jullie vinden allemaal Raft erg leuk. Ik ga een stukje peddelen, zodat we misschien dichter bij bij dat andere Raft kunnen komen daar. En dan hoop ik dat we... Mijn peddel is bijna kapot trouwens. Hoop ik dat ik dat red. Voordat hij breekt. Ik denk het niet eigenlijk. Toch wel. En hij is gebroken. Even. Even kijken. Dan moet ik hier opklimmen. Hier opklimmen. Hier opklimmen. Oh. Hallo. Waarom kan ik hier niet op? Juist. En een krat. Oh, mijn raft gaat er vandoor. Ik hoop dat ik hem nog bij kan houden. Ik heb nou niet goed gekeken wat voor spullen ik allemaal kreeg. Maar die haai die zal maar wel bijten. Ah, daar komt hij. Oh, alsjeblieft. Alsjeblieft. Ik wil nog niet dood. En we staan op het raft. Even kijken. Wat had ik daar nou van gekregen? Oh, een bolt. En een hinge. Die had ik allebei nog niet onderzocht in de researchtafel. Dus dat gaan we nu even doen. Even kijken, de bolt research. Wat krijgen we daar dan van? Een metal fishing rod. Mooi. Een klok. Wat moet je nou met een klok op een raft? En een scraphook. Die zal wel sneller of beter zijn dan die andere. De hinge. Dan krijgen we... Een storage box en een large crop lot. Interessant. Had ik nou al een... Nee, ik heb nog geen woede speer gemaakt, want ik had geen planken natuurlijk. Dus daar moeten we eerst eens even voor gaan zorgen. Planken. Want die woede speer hebben we wel nodig, voordat die haai straks alles van ons sloopt hier. Wow, 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 wow. Waar zit hij nu? Ah, ik heb nog steeds geen speer. Speer, craft. Daar ben ik vastgelaten mee. Ja hoor, hij heeft het alweer gesloopt. Sharko, alsjeblieft. Ga weg. En ik heb honger. Even kijken hoor, die willen we hier. Kijk eens hoeveel eten je daarvan krijgt van dat haaienvlees. Oh, en nu eet ik even rauw haaienvlees. Jammer joh. Even wat drinken nog. Hallo? Hallo? Oh, drink ik. Nou ja. Moet ik nog iets bakken? Heb ik nog iets om te bakken? Een aardappeltje. Nou, laten we dat maar gezond doen, hè. Niet alleen maar vlees of vis eten, maar ook aardappels, groenten. Alhoewel, groenten... Ja, bietjes hebben we natuurlijk hier. Ja. Zijn ook groenten. Zo. Moeten we misschien even wat repareren hier, hè. Die. Terug. Die terug. En die terug.
En moeten we toch echt gaan zorgen dat die... dat die haai... niks meer kan slopen bij ons. Het wordt een beetje ruige zee volgens mij. Er komen weer wat barrels aan. Die wil ik wel graag. Ik weet alleen niet of ik die kan vangen. Oh, plastic. Nee, jammer. Oh, mijn battletje. Dank u. Kijk. Zo halen we weer wat spullen binnen. Wat een lawaai, joh. Ik vind het ietsje te hard. Even kijken. Settings. Ik denk dat dat ambience volume is. Of SFX. Sound effects. Ja, dat is iets beter. Dan nu. Wat konden we nog maken? Ik heb natuurlijk zand en zo. Even kijken hoor. Paintbrush. Paintbrush is eigenlijk ook wel een keer leuk om te doen. Hè? Maar dan moet je veren voor hebben. Die heb ik volgens mij wel ergens. Die heb ik volgens mij opgeborgen. Research table, storage. Daar heb je een hinge voor nodig. Die heb ik nu niet. Oh, collection net. Hmm. Nails. Kan ik wel maken. Alleen rope. Een collection net. Wat doet een collection net? Ik gok. Dat je dat ergens neer kan zetten. Even kijken hoor. En dan? Zou dat iets moeten kunnen collecten, toch? Zou je denken. Tenminste. Dat lijkt me logisch. Kan ik nog iets researchen? Kan ik dit researchen? Nee. Kan ik bietjes researchen? Nee. Spijker? Heb ik al gedaan. Seaweed. Research. Haha, seaweed kun je dus researchen. Oh, flippers. Ho, 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 ho. Sharko. Ga weg. Ga weg, laat mij met rust. Hartstikke idee. Weg ermee. Oh, ja. Hey. Collect vanzelf. Oeh, dat is wel erg lekker hoor. En dan kun je dat met E eruit halen. Ja. Oh, nice. Oh, daar moet ik er een heleboel van hebben. Het kost wel veel rope, zag ik al. Nee, ik kom er niet bij. Oké. Oh, dat is wel lekker zeg. Hoef je niet alles meer zelf te doen. Daar wil ik er meer van. En weer een eiland. Oeh, dat is wel nice, hè? Dat is wel een groot eiland, trouwens. Oké. Wat had ik daar ook weer voor nodig? Even kijken, hoor. Throwable anchor. Kan ik dat al maken? Rope. Oké, die heb ik. En, oh, ik heb ook een paddle natuurlijk nodig om er naartoe te paddelen. Kan ik die maken? Kan ik ook maken. Haha. Oké, waar is mijn throwable anchor? Die moet ik dan wel even op mijn raft ergens zetten natuurlijk. Dan ga ik nu met mijn paddle even die kant op paddelen. Hartstikke idee. Oké. En zo liggen we weer bij een eiland. Maar hoe komen we daar nou op? Want dat wil ik eigenlijk ook wel proberen. Kan ik iets bouwen?
Wat is dit? Een wood roof. Wood roof corner. Is dat schuin? Ja, dat is schuin. Zou dat zo lukken? Ik zou denken van wel, hè? En bomen omhakken. Hier kan toch ook een axe maken of zo? Wat kost een axe? 8 planken. 4 rope. 4 rope heb ik wel, maar ik heb geen 8 planken. Hoe kom ik aan 8 planken? Zit hier geen plank in, toch? Of zo? Nee. Zitten hier planken in? Ook niet. Ik heb dus geen planken. Hoe kom ik nou weer aan planken? Hier in de buurt hebben we ook geen planken, zeker? Nee, natuurlijk niet. Oké, nou, ik ga in ieder geval even kijken op dat eiland. Wat we daar kunnen doen. Dat werkt niet, hè? Nee, dat werkt niet. Oh, yellow flowers. Wat kunnen we nou weer bij bloemen? Zwarte bloemen. Oké. Blauwe bloemen. Witte bloemen. Rode bloemen. Oké, ik moet even wat spullen weg gaan op gaan bergen, denk ik. Die bloemen. Ik denk eigenlijk dat je daar. Ik zag net een paintbrush. Jawel, je zou wel daar verf mee kunnen maken of zo. Denk ik zomaar. En ik heb natuurlijk. Oh, wacht even. Ja, ik heb natuurlijk al die planken gebruikt. Om. Om deze ramp te maken. Ik heb nog sharkbait. Ik kan natuurlijk gaan zwemmen om planken te verzamelen, maar. Zal ik dat doen? Die haai nou? Ja, daar is die. Go! Kijken of we planken kunnen verzamelen. Voor een pijl. Daar zie ik er al 2. 3. Hier is ook een plank. Oeh. Kom watertekort. Zal ik die ook nog even halen? En dan denk ik dat we weer terug moeten voordat die haai weer klaar is met zijn bait. Die haai is nog druk bezig in ieder geval. Oh, ik zwem nu tegen de stroming in ofzo. Het gaat wel langzamer. Of komt dat omdat ik bijna dood ga? En hij is klaar. Hij gaat me bijten. Hij gaat me bijten. Sharko, blijf weg. Alsjeblieft. Tot nu toe heeft hij me nog niet. Ah, daar komt hij. Ja. Maar ik overleef het wel, denk ik. En hatseflats. Hehe, we zijn er weer. Het is donker. Ik moet wel even wat eten. In ieder geval één gekookt makreeltje. Daar heb ik wel een plank voor moeten gebruiken. Maar goed, die kan ik opeten. Even. Nee, ik heb weer een plank gezet. Nee, waarom deed ik dat? Oh, dan kom ik weer een plank tekort. Oh, wat erg zeg. Wat lomp. 7 planken heb ik nu. En hoeveel heb ik er nodig? 8. Ah, dat is dom zeg. Ja. En nu? Een plank in mijn netje. Oh, ideaal. Ideaal. Axe. Craft. Ah, dat is lekker zeg. Hadden we daar even mazzel mee? Die zet ik lekker daar.
Ah, oh, en hier krijg je lekker planken van. Heerlijk. Oh, en een kokosnoot. Kokosnoot. Kunnen we dat eten? Natuurlijk kunnen we dat eten. Als je dat niet kan eten. Oh, daar krijg je water en food van. Niet zoveel food daarentegen, maar je krijgt er wel wat van. En er staan hier maar twee bomen. Maar hebben we nu genoeg om uit te bouwen? Ho. Dat is natuurlijk de vraag. Kunnen we nog verder omhoog? Dat kan. Dat kan. Oeh, maar nu niet meer. Nu komen we weer planken tekort. Kan ik dat springen? Ik denk het niet. Maar dat gaan we wel proberen. Even kijken, aanloopje maken. En jump! Nee. Nee, dat redden we niet. Bij lange na niet. Ja, ik heb het gehaald. Wow. Bloemetjes. Oh, hier staan nog bomen ook. Nee, niet met je speer, Jaap. Palm leaves, planks. Mango's. Wat is dit? Palm leaves. Ja. Misschien moet ik even kijken, want ik weet niet of ik dat nog een keer ga halen natuurlijk. Weet je wat? Ik eet die mango's gewoon op. Ja, daar krijg je ook food en water van. Oh, lekker. Die palm leaves wil ik wel hebben. Black flowers wil ik ook hebben. Is dat nog een mango bal? Oh. Ja, die mango's die vallen eruit nu natuurlijk. Kan ik iets weggooien? Iets waar ik niks aan heb. Een bietje. Dag. Klei wil ik wel houden. Zwarte bloem. Ik kan dat aardappeltje opeten natuurlijk. Even kijken. Mango's, mango seeds. En die mango's kan ik natuurlijk ook weer opeten. Hey, een kist. Een kist. Ja, dan moet ik natuurlijk wel genoeg ruimte hebben voor die spullen. En dat heb ik. Wat heb ik er nou allemaal voor gekregen? Nails, sowieso. Ik moet van wat spullen af. Eigenlijk moet ik gewoon nog zo'n kist maken. Hoe deed ik dat ook alweer? Kan ik die maken? Nee, ik heb geen hinge. Maak er maar twee. Oh jee, ik kom er niet meer op. Had ik nou zoveel mazzel? Blijkbaar. Nee. Dit wordt een beetje zielig, Jaap. Nee hoor, ik kom er niet meer op. Dat was echt mazzel dat ik erop kwam. Waarom ben ik naar beneden? Hey, hallo. Laat me met rust. Ga weg, Sharko. Haha, ik ben er weer. Ah, het was dus echt wel mazzel om hier... Hallo, ik wil hier langs. Kan dat niet? Lekker planken verzamelen. Kokosnoten. Bloemetjes plukken. Een ananas. Gele bloemen. Oh, lekker dit zeg. Nog even wat mango's verzamelen. Dit is wel ideaal hoor. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik met die bloemen moet. Heb ik daar echt iets aan? Of... Ik kan natuurlijk wel waarschijnlijk gaan schilderen of zo dan straks. Mijn raft gaan schilderen is op zich wel een leuk idee. En volgens mij ben ik rond. Heb ik alle bomen nu gehad? Nee, ik denk dat er nog bomen... Dat er nog iets helemaal hoog is, zeg maar. Ja, dat zie ik.
Hallo? Ik kan hier niet meer omhoog. Uh-oh. Er is toch een verdieping hoger, hè? Ja, maar hoe kom je daarop, joh? Hey, stond die bloem hier net ook al? Hoe kom je daar omhoog? Hey. Hier ben ik ook weer niet geweest. Ik ga hier omhoog lopen. En watermeloenen. Oh, lekker zeg. Ik ga eten genoeg hebben. En nog een boom. Een mangoboompje. Ik krijg ook mangozaden, hè? Dus als het goed is, moet ik ook straks mango's kunnen gaan planten. Nee, ik kom niet daar boven. Oké. Okay. Oh ja, wat heb ik nog gevonden bij het vissen? Een candle bottle. Wat het doet, weet ik niet. Maar daar gaan we nu even naar kijken. Oh, die kun je neerzetten. Oké. Waarom zouden we dat willen? Kan het ook hier bovenop? Kan het alleen op de grond? Kan alleen op de grond dus. Oké. Dan naast de kippie. En wat heb ik eraan? Kan ik het aansteken? Nee, volgens mij niet. Oké, nou we zijn wel een stuk verder gekomen. Hè? Aardig wat hout kunnen verzamelen. En andere mooie spullen. Waar is Sharko? Ga weg. Sharko, laat me met rust. Laat me Raft met rust. Even repareren. 80%, 100%. Zie je nog iets wat ik moet repareren? Oké. Okay. Maraf, die wil ik wel weer even aanvullen natuurlijk. Oh. Waarom word ik niet weg? Niet weggooien. Hoppa. En ik denk ook eigenlijk dat we ons raft wel een beetje uit moeten gaan breiden. Heb ik nog geen plastic meer? Heb ik geen plastic? Dat lijkt me sterk. Nee, ik heb gewoon echt geen plastic meer. Oh, wat erg. Ja, en nu? Dan zal ik toch weer moeten gaan. Vertrekken, denk ik. Dan ga ik wel even dit weghakken. Oh, mijn bijl is bijna kapot. Sterker nog, hij is kapot. Kan ik een nieuwe maken? Rope. Haha. Het is wel een mooie manier trouwens om op zo'n eiland te komen. Alleen moet je eigenlijk wel altijd zorgen dat je voldoende planken hebt. Laat mijn aardappelen met rust. Je moet wel zorgen dat je altijd voldoende planken hebt. Oké, okay, remove. Dan gaan we gewoon weer lekker onderweg. Ja, en dan gaan we weer. Wat ik eigenlijk wel wil, die collection matches, die wil ik er wel een paar van eigenlijk. Die vind ik wel erg handig. Kan ik meer van die collection nets maken? Wacht, eerst even die haak. Ja, extra haak heb ik nodig. Collection nets. Waar zaten die? Wat zag ik nou net? Wet brick? Sand. Oh, die moet ik nog wel ergens hebben. Collection net. Rope en nails. Hoeveel rope kan ik maken? Ik kan er dus één maken. Oh, nee. Nee. Gooi hem niet weg. Weg met je beat. Hallo? Hallo? Wat gebeurt er? Hey. Mijn wereld is ondersteboven, lijkt het wel. Waar is mijn raft? Zo, zagen jullie wat er gebeurde?
Die haai die kwam gewoon ondersteboven naar ons toe. Of wij waren ondersteboven, ik weet het niet. Hallo, ik wil erop. Voordat die haai me doodbijt. Wow. Daar was ik bijna dood. Ah, drumstickje. Ik ben gewoon mijn collection net kwijt, hè? Ik dacht even dat ik er geweest was. Wat er nou gebeurde, weet ik niet. Maar ik, op een of andere manier was ik ondersteboven. Heel gek. En mijn collectie net, die verdween gewoon. Dat was erg jammer. Maar ja. Daar doen we even niks meer aan. Heb ik nog ergens leaves? Om een rope te maken. Ik heb dus heel veel rope nodig. Om die collection nets te kunnen maken. Kom hier, jij. Dan kan ik nu weer, als het goed is, 5 rope maken. Ah, heb ik toch weer een collection net. Oké. Okay. Waar gaan we die doen? Zal ik die ernaast doen? Of hier? Hartstikke idee. Oké. Okay. Waar is mijn hamer? Die is daar. Die wordt gemaakt. Kan ik nog een collection net maken? Nee. Ik heb niet genoeg. Palm fronds. Oeh. Ah, kan ik dit niet bij. Jammer zeg. Oeh. Ik hou van barrels. Is er ook weer van alles in? Hier ook. Haha. Die collection nets die zijn geweldig. Daar wil ik er meer van. Dus ik zal meer rope moeten maken. Nou, we hebben ons eerste eiland verkend. Dat was best wel een succes, al zeg ik het zelf. Collection nets hebben we gemaakt. Dat is ook best wel een succes, al zeg ik het zelf. En daarmee wil ik deze aflevering beëindigen. Wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vond je de video leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En in de beschrijving kun je zien waar je me kan volgen op social media. En dan zeg ik voor deze aflevering weer dag allemaal en stay tuned!